Het Nationaal Archief Suriname, NAS, heeft gisteren een informatiefolder Slavernij in Paramaribo en omstreken gelanceerd. De informatiefolder die is uitgegeven in de vorm van een zetkaart, een opvouwbare gids en is het resultaat van een samenwerking tussen het NAS en de Stichting Kinderherdenking en Slavernij-Educatie. Stichtingsvoorzitter Kenneth Renfrum legt uit dat de zetkaart te hebben gemaakt uit irritatie en betrokkenheid. De ervaring leert dat blanke toeristen die Suriname bezoeken meer weten over het gebouwd erfgoed dan hij heeft meegekregen in zijn schooltijd. De zetkaart is dus bedoeld om het prachtige gebouwd erfgoed van Paramaribo te beschrijven en ook de geschiedenis van ons land te vertellen. Daarnaast wilde Renfrum iets doen voor de Surinaamse gemeenschap. Historica Mildred Caprino heeft geholpen met de historische beschrijvingen bij de totstandkoming van de zetkaart. Inhoudelijk gaat de zetkaart over historische plekken, een aantal natuurlijk. Ik heb de grote gezien. Je kunt niet al die historische gebouwen daarop beschrijven. We hebben het gekozen in overleg. En aan de ene kant en aan de andere kant een verhaal over waardering van ons gebouwd erfgoed. Nationaal archivaris en NAS-directeur Rita Chinfu vertelt dat de samenwerking met de Stichting Kinderherdenking en Slavernij-Educatie belangrijk is, omdat het Nationaal Archief Suriname het documentaire erfgoed van Suriname beheert. Ook is het de taak van het Nationaal Archief Suriname om informatie beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken voor de gemeenschap. De informatiefolder Slavernij in Paramaribo en omstreken is dus een goed voorbeeld daarvan. Om te meer lezen, om te meer weten over onze geschiedenis, dat is belangrijk. En in 2021, heel naar het eind 2021, heeft meneer Kenneth Renfrum ons benaderd. Ja, hij is bezig met zo'n mooi project. Hij zou het ook online willen plaatsen. En op welke manier zou NAS een rol daarin kunnen spelen? En ik heb direct aangegeven, ja, heel toevallig, want toeval bestaat niet, hè, meneer Renfrum. Hebben we aangegeven, we zijn bezig een nieuwe website te ontwikkelen. En heel mooi zou het zijn om de informatie Suriname in Slavernij, Paramaribo en omstreken ook op onze website te zetten. En daarmee is het begonnen in 2021. Vorig jaar hebben we dus de praktische zaken ontwikkeld. En ik moet dus kijken naar links, naar onze IT-coördinator van het Nationaal Archief, Shapiro van Kallen. Die heeft dus direct gewerkt aan het ontwikkelen van een platform op onze website. Daarover meer. Maar ik wil alleen aangeven dat deze initiatieven heel belangrijk zijn. Niet alleen voor het Nationaal Archief, maar voor een ieder. Bij de lancering waren onder andere scholieren van de MGJ Poolschool aanwezig. Een meer uitgebreide versie van de Z-kaart is te zien op de website van het NAS. De totstandkoming was met behulp van een financiële bijdrage van de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Daarnaast hebben het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, FIBOS en de Stichting Gebouwd Erfgoed het project praktisch en met begeleiding ondersteund.